Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik niet in de studio, nee, ik ben helemaal in het district Para. En ik zit hier aan de Egbert Perotiweg, want ik ben op bezoek bij de familie Hoepelkrak. We hebben namelijk begrepen dat op 13 augustus een nieuwe gemeente ingewijd zal worden, namelijk een zevendedags Adventistengemeente, God zegen en wel te Berlijn. Dat heeft me nieuwsgierig gemaakt en daarom heb ik besloten om in gesprek te gaan met meneer en mevrouw Hoepelkrak. Gaat u mee. Op 13 augustus wordt te Berlijn hè, de gemeente God zegen ingewijd. En deze gemeente is een initiatief van een echtpaar dat al jaren met pensioen is en toch op zo'n gedachte is gekomen. Dus dat heeft me nieuwsgierig gemaakt. En dus heb ik gezegd, dan moet ik in gesprek gaan met de heer en mevrouw Hoepelkrak. Ik heet u van harte welkom in gesprek met. Mevrouw, bij wie moet ik beginnen? Wie kwam als eerst op het idee? Nou, van kinds af ben ik een dromer, een droomster geweest. Dus op een gegeven moment toen we naar hier kwamen, we kregen de plaats Berlijn. Het is 200 meter voor de tweede brug, want aan de Krakenweg 210. En als je iets hebt gekregen, geërfd van hij is een, juist, dan moet je een huisje, een buitenhuisje opzetten, want het is echt een mooie plek daar. En wij dachten gelijk aan, we zullen de oudere mensen op de eerste plaats voor een dagje uit of als ze langere dagen willen blijven dat in de toekomst dat we dan klaar zullen maken. Maar dat is werkelijkheid geworden, want we begonnen dromen te krijgen. En in uw geval is duidelijk, dromen zijn geen bedrog. Nee. Dus ik droomde dat daar een bedehuis moest worden, omdat het huis wat we zouden bouwen, ons buitenhuisje, dat het is op een berg, daar is bergachtig. Dus om niet zoveel te verliezen, is later gezegd aan degene die daar werkte, tuinman die daar werkte, die heeft ook gedroomd, zegt tegen de Hoepels, dus tegen ons, meneer en ik, dat het mijn bedehuis moet worden, want ze hebben zoveel eraan besteed. En om niet meer te verliezen, moet het mijn bedehuis worden. Dus we zijn van daarop uitgegaan. Het wordt een kerk. Dus als u daar komt, ik weet niet wanneer, dan zult u het ook zien. Maar ik zal u straks de foto's wijzen ook. Nou, ik ben blij dat te horen. Maar dan nu gaan we kennis maken met meneer en mevrouw Hoepel. U bent, uw voornaam, familienaam? Stanley Rudolf Hoepel. Ik ben geboren en getogen Surinamer. Mm-hmm. Ja, maar we zijn in Nederland gegaan. En we hebben dan die Nederlandsnationaliteit. Mm-hmm. Om een speciaal voor pensioen. Oké. Okay. Ja.
Dus op een gegeven moment waren we daar en die... Precies zoals zij verteld heeft, hebben we gedacht van, nou, we hebben echt ons best gedaan om echt te luisteren naar die stem. Okay. En we hebben ook geluisterd naar die stem. Ja? Ja, we hebben geluisterd naar de stem. Mm-hmm. En we hebben gezien dat het inderdaad zo is. Dat we eigenlijk op dit pad gekomen zijn. Okay. Maar laten we even, kunt u ons nog een beetje vertellen over uw jeugd? Wat kunt u zich nog herinneren? Hoe was dat? Heeft u een leuke jeugd gehad? Of was u ondeugend? Ik heb er gezegd. We woonden altijd naast elkaar. Oh! 9 jaar. En hij was 11 jaar Paranam. Net als hoe je dit huis zo hebt, zo hebben we naast elkaar gewoond. Ja. Toen al keek hij zo, ne? Je van hem woont daar bij het hele. Ik weet het niet. Dus jullie woonden naast elkaar. Is dat ik voor hem moest zorgen. Want hij was ziek aan zijn oog. En hij is later in Nederland is hij dan geopereerd aan zijn oog. En die ogen zien nu goed. Ja. Ja. Ik zie het. Die ogen lijken op 2 ogen van een jonge man. Oké, dus op welke leeftijd, waarom bent u naar Nederland gegaan? Nou, om mijn ogen dan. Oh, voor dat oog. Maar dan was u nog heel jong? Ja, ik was toen misschien 30 jaar. Hier hadden ze geconstateerd dat hij blind zou worden. En de ouders, je weet hoe het toe ging. Schoonouders die werkten, de moeder, vader, dan bij Suralco. En een gezin van 10, 11 kinderen, want er was een voorkind. En u weet hoe het toe gaat. Als er een zieke erbij is, dan heeft men geen geld om buitensporige dingen te doen en vooral niet naar Nederland. Dus hij dacht altijd bij zichzelf, ik moet gaan werken en sparen. En naar Nederland gaan om voor mijn gezondheid. Ik moet zelf gaan zorgen, want anders ga ik blind worden. Ja. U bent meegegaan? Nee, nog niet. Dus u was er alleen? Ja. En? Op een gegeven moment ging ik naar Nederland. Mm-hmm. En toen heb ik gewerkt. Ja. En ik heb geld gehad, toen ging ik naar het ziekenhuis om geopereerd te worden. En het is succesvol geweest? Ja. Gelukkig. Want mijn moeder, mijn ouders konden het hier niet. Ja. Dus ik heb dan al die tijd heb ik dan daar gebleven, ben daar gebleven intussen. 30 jaar. Ja. Oh. Ja. Waar was u? Ik was hier in... Wachten. Ik was in Suriname. U heeft rustig gewacht tot hij terugkwam. Ik was hier bij de baby's. Okay. Want ik ging van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis. We komen bij uw verhaal. Maar dus dat, heeft u in Nederland gewerkt? Ja, ik heb gewerkt als dragline machinist. Oh. Dus ik heb daar echt gewerkt. Ja. Maar intussen is er dan een ander vrouwtje. In het spel gekomen. Oh. 12 jaar. Concurrentie? Kon ik, ja. Het was toch niks? Oké. Okay. Dan kon ik mijn boksen toen eigenlijk aanhouden. Okay. 12 jaar lang. 12 jaar. Dus in die 12 jaar heb ik het. Ja.
En bent u teruggekomen naar Suriname? Ben ik teruggekomen om mijn rijbewijs te komen halen, te komen voor mijn rijbewijs. Okay. Dus op een gegeven moment was ik daar. En ik weet dat geen enkele vrouw van me houdt. Oh. Hè? Ja. Aha. Geen enkele vrouw. Nee? Oké. Okay. Dus? Ik dacht bij mezelf van, ik word bezig. Ik weet als ik die rijschool, come and get it. Ja, ik ken het. Mm-hmm, come and get it. Dus dan was ik daar. Daar bij Oranje, aan de overkant van Oranje. Ja, daar is het niet meer geloof ik. Aha. Maar toen moest ik gaan rijden. En ik zag een zuster komen. Ik dacht bij mezelf van, nou, ik ben al zoveel dagen hier, laat me er even groeten. Misschien zal ze naar me kijken. Ja. Dus ik heb dan gezegd, dag zuster. Hij zei, dag Stanley. Nou, ik dacht bij mezelf, hoe kent zij mijn naam? En hoe kan dat nou? Ik ben helemaal verdwaald. Oh jee. Het schijnt dat ik helemaal onder de grond gegaan ben. Omhelsde zo elkaar dat. Gezien. Ik wist niet meer dat ik op rijles was. Je was helemaal in de war. Ik zeg tegen die man, ga weg man. Hij zegt, jij moet komen rijden. Nee, ik wil me even bezig houden met zuster. Nou, vanaf 1974, hè. Wow. Ja, toen hebben we elkaar weer gezien. Ja. Nou, dan was het echt net als vroeger. Oh. Weer. Ja. Ja. Geweldig. Mijn kunstman. Ai, terwijl ik vertel, voel ik het zo, man. Het was echt spannend, hè? En die tijd was ik ook op echtscheiding. Ja, ik was eerder getrouwd met haar vader. Ja. Ik had hem verpleegd in het Saint-Vincentius ziekenhuis. Okay. Hij was derde graads verbrand. Oh. En toen hij beter werd, toen kwam hij vragen om de hand van zo. Mij. Okay. Dus, dus zo is het gegaan dat hij was weg. Ik had... We waren altijd samen. Hij was mijn danspartner ook vroeger. We woonden naast elkaar zoveel jaren. En in die tussentijd, toen we weer elkaar hebben ontmoet, toen was ik ook bezig met de scheiding. En ik had 4 kinderen met meneer Renfurm. En Aynis is de jongste en dan heb ik nog 3 jongens. Okay. Ja, 1 is overleden en 2 zijn nog in Nederland. Oh. Toen die dag, toen zag u meneer Hoepel en toen, hoe, wat ging er in u om? Er ging een vlam. Ja. Ik had niet 74, man. Ik wenste dat die dag nooit voorbij. Absoluut. Nou, die dag moest nooit voorbij gaan. Het is onbegrijpelijk. Okay, yeah. En een paar jaren daarna zijn jullie getrouwd. Ja, toen zijn we dan in 1980 getrouwd. Wow. Ja. Maar we hadden eerst een 5 jaren in concubine. Ja, samen. Daarom heb ik u dat gevraagd. Ja. Ja. Ah. Want jullie hebben dan het gouden huwelijk. Nog niet, hè? Het komt eraan, hè? Het komt eraan. 1980 getrouwd, juli. Ja, 18 nou ben juli. Ik 42 jaar getrouwd. 42. Ja. Met die 5 zou 47 zijn. Ja. Maar we moeten doorgaan. God. U gaat door? Ik ga hier komen, hoor, 50. Ja, tuurlijk. Oké, dan komen we bij u. Want hij zag een zuster. U was dus in de verpleging. En u bent vroedvrouw? Of was u dat vanaf het begin? Toen ik van school kwam, ik ging op de Louise school. En ik
ben tot de derde klas moest ik gaan omdat ik verpleegster wilde worden. Hadden ze mijn ouders dus, moet ik het zeggen, verteld. Want dan moesten ze op school gaan, mijn ouders. Verteld dat ik derde klasse, ik hoefde geen vierde klasse te doen. Laat me derde klasse nemen. En toen ging ik bij de SEURS van Sint-Vincentius ziekenhuis. Ik bleef daar intern, want mijn ouders die woonden op Paranam. Oh, ja. En de Hoepers die gingen dan in die tussentijd ook aan de Menkendam wonen. Dus in die tijd trokken er veel mensen weg van Paranam uit naar andere plaatsen in de Paramaribo. Dus. Maar waarom wilde u verpleegster worden? Waarom? Omdat ik het gedroomd had. Oh. Ik heb u al gezegd dat ik een... Echte dromen. En ze komen uit blijkbaar. Wat had u gedroomd? Dus het vanaf mijn zevende jaar, toen droomde ik dat ik zo bij een kruising was gekomen. En van de straat, net als hoe het zo daar is op hier. En ik zag een poort en er was een vat met water daarnaast die poort. Dus eerst keek ik zo en ik hoorde een stem zeggen, je moet daar achter de poort wezen. Dus ik ging, je weet het, ik moet mijn handen wassen. Ik heb mijn handen gewassen en ik ging naar binnen. Het was een ellende daarvan, wat ik allemaal zag, zieke mensen. De ene na de andere, die ene die riep, kom helpen, hulp, allerlei dingen. Andere die zeiden, ik moet bevallen, dat kind komt al. Dus ik moest echt nadenken waar ik moest beginnen, wie ik eerst moest helpen. En toen begon ik te bidden, wat is God die je kracht moet geven. En ik kreeg de aanwijzing om dus bij de eerste te beginnen. Dus zo heb ik 3 dagen dezelfde dromen gehad met al die zieke mensen, allerlei soorten ziektes. En toen vertelde ik aan mijn moeder, en mijn moeder, je weet het, je bent meer met je moeder thuis dan met je vader. En mijn moeder die zei, jij moet verpleegster worden. Maar ik ben niet alleen verpleegster geworden. Ik ben A, verpleegkundige, B, en ik heb kinderaantekening en ik ben vroedvrouw. Verloskundige. Heel veel baby's ter wereld gebracht. Ja. Dus al die ziektes die ik verpleegd heb en de mensen die ik geholpen heb. En het gebed. Dus we zijn ook van de zevende dag Adventisten kerk. Was dat vanaf het begin? Of was u eerst? Nee, ik was eerst Rooms-Katholiek. Ja. Dus u ziet het, godsdienstdrang is toch in ons gebleven. Hij was EBG'er. En toen 84, toen zijn wij dus Adventist, zevende dag Adventist gedoopt. Zijn we overgedoopt. Nou, en dan nu, u heeft gedroomd. Wat was dan, u droomde dat u daar een bedehuis moest zetten. En, maar ging het makkelijk om dat op te zetten? Ja. Gespaard? Nou, eigenlijk, ons huis moest daar komen. Oh, een vakantiehuis? Nee, ons huis, dit net bezig. Oh, uw huis zelf? Of ja. Zou dat gaan wonen? Ja.
Dus toen hoorden we een stem zeggen van, nee, dit wordt mijn bedehuis. En we hebben niks verder gezegd. We hebben naar die stem geluisterd. Als u daar komt, gaat u zelf zeggen, gaat het alleen maar om die stem wat je gehoord hebt? Dan moet je zien, er is een EHBO, er is een keuken, er is een grote tent, er is een toiletgroep. Daarmee zijn we daar, nog bezig. Daarmee ja. Nog, juist. En dan 13 augustus wordt het dan geopend. Zo. We hebben niet eens gevoeld dat we eigenlijk zoveel dingen gedaan hebben. U hebt geen lening moeten nemen. Geen lening. Nee. Helemaal uit eigen inspanning. We hebben niet eens de kinderen gevraagd. Ja. Wanneer ze kwamen met vakantie. Dan gewoon 520 om je ouders wat te geven, dan geef je wat. Maar wij hebben nooit gezegd. Dus dat wil zeggen, jullie hebben flink gespaard. Van waar komt dat geld dan? Ja, is dat gespaard? Hij is gepensioneerd, ik ben ook gepensioneerd. Ja. Dus en vroeger heb ik hier al in al die ziekenhuizen gewerkt. En ben begonnen bij de SEURS en toen Slans Hospitaal en toen Militair Hospitaal en toen een LPI. En van LPI uit ben ik dan naar Nederland gegaan. Daar heb ik ook in verschillende ziekenhuizen gewerkt. En toen wij dus heimwee hadden, konden we niet daar langer blijven. Hij was 35 jaar daar en ik was 22 jaar. daar. Dus kwamen we terug. Dus zo is het gegaan dat wij hier naartoe kwamen. En we kregen dan die plaats van Berlijn. Eerst die plaats van deze. Ja. Ik ben ook. We zijn hier aan de Egbert. Egbert Perotiweg, ja. En hier, eerst kreeg u hier en daarna Berlijn. Maar daar zou eigenlijk eerst uw huis komen. Maar zijn er dan veel mensen die de kerk zullen bezoeken? Zijn er veel? Ja. U kent Kabendadorp niet? Ja. Nou, u gaat... Sanderij, dadelijk 13 augustus, als u daar bent, dan gaat u zien hoeveel mensen daar zijn. Hoeveel mensen er gaan komen. Ja. En die mensen, die moeten, als die mensen daar zijn, dan moeten die mensen zelf gewoon zeggen van, ik wil hier in deze kerk blijven. Ja, want het mooie daarvan is dat er ook zoveel die passeren, die stoppen. En als we daar zijn, dan vragen ze, wanneer wordt die kerk hier geopend? Dus zodoende zijn we eergisteren of gisteren naar Kabendadorp. Dus als laatste, ik ga u ook die dingen laten zien, zo direct. Zijn jullie ook voorgangers? We zijn niet direct voorganger, maar we kunnen wel Bijbelstudie geven. Ja. En we hebben vele taken in de kerk. Zevende dag het Adventiste kerk gehad. Ja. Ik ben penningmeester geweest hier en ook in Nederland. En hij is ouderling geweest. Wie zal voorgaan? Nou, het is nou hebben we een. Nou hebben we een Engelse predikant, Pastor Chad. Dus daar, 13 augustus gaat hij dan daar. En niet alleen maar hij, maar er zijn heel wat predikanten die daar ook gaan zijn. Ja. Als u nu kijkt, want we zien dat er een heleboel kerken eigenlijk leeg trekken. De mensen gaan niet zo goed naar de kerk. Denkt u wel dat deze gemeente van u goed bezocht zal worden, de kerk? Ja.
Nou, dat hopen wij. Want als ze de initiatief nemen om iedere keer te komen vragen wanneer de kerk geopend wordt, dan zie je dat er enthousiasme is. En we hebben de hele buurt vanwege mijn werk was mijn werkgebied waar ik werkte. Ik heb op Broekepondo heb ik gewerkt. Hij is ook overal geweest met mij samen. Als ik aan het werk was, dan hield hij de mensen bezig met andere dingen. Hij kookte en dan kwamen ze op de reuk af en kregen ze een bordje eten. En hebben we een hele vrienden gekregen. Van haar werk heb ik één ding niet begrepen. Zij had een bevalling, ik zou zeggen, dit huis was ook een ja, ik heb ook mijn werk. Hier zijn er ook honderden baby's hier geworden. Oh, ja. Ja. Wow. Ja. Het heet, ja. Ja, hier zo, hier. dit heet Tiffany Safira. Ja. Oh. Ja, dit. Okay. Ja, het heet. Je hebt die deur hier open gedaan. Hmm. Ja, nee. Daphne Safira. Oh. En wat ik eigenlijk niet kon begrijpen. Ze had al een bevalling. Mm-hmm. En we waren op Broekepondo. En toen op Driepada, ik zou zeggen verder, een kilometer of twee verder. Toen belde een mevrouw, dat kind is er bijna. Het is bijna. Mm-hmm. Toen zegt ze tegen. En gewoon. Toen zegt ze tegen die vrouw. Zet een steen op je hoofd. Oh? Zet een steen op je hoofd. Uh-huh. Dan loop je naar de poli. Want de poli was een kwartier lopen. Ja. En waarom moest ze een steen op de hoofd? Dat weet jij alleen. Ik weet het niet. Dat, waarom die steen? Techniek is een techniek wat ik. Hier ook een heb toegepast. Als ik bijvoorbeeld in Sint-Vincentius was of in Slaans Hospitaal bezig was met een bevalling en ik werd gebeld, dan kon ik niet bij die persoon aan huis gaan, maar dan zei ik tegen hun, zet een steen op je hoofd, het hoeft niet een grote steen te zijn. Of een kleine kussen, dan ga je je concentreren. Dan denk je niet. Juist, dat is het. Je kan je niet, dat kon ik niet begrijpen, want kan dat drie kilometer lopen naar de poli. Ja, de aandacht was en, dan op de en dan was dat kind nog niet gekomen. Daar. Het was gewoon een ingeving wat ik kreeg. Nou, je kan zien, het is het werk. Net als hoe jij dit werk hebt. Doe het met plezier. Doe het met geheel je hart. Dan ga je zien dat je echt ook wat eruit kan halen. Begrijp je? Dus ik kon ik niet begrijpen. Nu begrijpt u het wel. Nou, het was een heel leuk en interessant gesprek met twee mensen die beide boven de 80. Ja. Oh, wat uw voornaam, u bent? Irene Louise. Krak getrouwd, hoepel. En nog steeds even gelukkig. Nog steeds even gelukkig. No? Nog steeds even hetzelfde als 1974. Oh my god. Mijn gunst. Dus u moest dat eigenlijk. U moest dat eigenlijk. Wat gebeurt er met die mensen? Vertel nou, wat het succes is. Ik kan me niet voorstellen wat er daar gebeurt. Ik, het lijkt net of de grond even een heel groot gat was. En we waren met z'n tweeën alleen maar daar. Er was niemand om ons heen. Absoluut. Mijn gunst, man. Hoe kan God eigenlijk mensen toch gelukkig maken? God.
We zijn blij dat God met jullie was en nog steeds met jullie is. Nou, maar tot slot. 13 augustus is dus voor u de grote dag. En uw droom is werkelijkheid geworden. Dus wat zegt u daar tegen de Surinaamse gemeenschap? Nou, dat wij geluisterd hebben naar de stem die ons, waarvan we dachten dat het echt van God moet zijn. Want zomaar ga je geen stemmen horen, anders ben je aan het hallucineren. Maar 3 personen kunnen niet dezelfde soort dromen hebben gehad. Vooral die tuinman, daar werd gezegd, zeg tegen de hoepels. Ziet u? En ik, als we 's morgens wakker waren, dan zei ik, ik heb zo gedroomd. Maar je moet gaan zitten, want ik moet je... Ik zei wel, ik heb ook gedroomd. Zo kunnen we dus wisselen. In de dromen. En de dromen kwamen precies uit. En tot nu toe hebben we die tuinman... 13 augustus. Ja. 13 augustus hebben we dan de... hoe noem je dat? Die inwijding. En waarom God zegen? Nou, deze naam is ook gezegd. Mm-hmm. Dit moet mijn bedehuis zijn en die kerk moet God zegen zijn. God zegen heten. Oh, okay. Ja. Juist. En je bent niet ongehoorzaam. Nee. En waar het altaar is, daarboven moet een Psalm 100. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Mijn rots en mijn verlosser. En als je dus bij het altaar staat, dan kijk je daar bij de deur. Daar moet Psalm 19 zijn. Nee, Psalm 100. Nee. Psalm 19 is bovenop de deur, juist. En die kant, dan moet Psalm 100 zijn. Psalm 100, nu we hier zo zitten dan, ja. Dat is aangegeven. En de naam van de kerk is ook aangegeven. God zegen, ik zal u zo laten zien. Ja. Ik denk dat deze kerk heel erg zal bloeien. En dat die echt in een behoefte zal voorzien in de gemeenschap van... Para. Dus daarom geloven we, niet hopen, maar geloven dat de kerk gevuld gaat worden. Want we hebben vele mensen gezien en we hebben ook gezien waar mensen gedoopt werden daar. En nu vragen ze al van, gaat er plaats zijn om te dopen? Ja, we gaan een plaats hebben om te dopen. Is para en niet overwegend EBG? Ik weet niet van hun. Rooms-katholieken in die God. Maar naderhand zijn die mensen dan ook aan de... Als we de Bijbel zouden gaan lezen, dan zouden we zien dat God 1 kerk heeft. 1 kerk maar. De kerk van Jezus Christus. Dus als we de Bijbel lezen, dan gaan we zien dat er niet zoveel kerk hoeft te zijn. Ja, omdat de mensen zijn onrustig en ze weten niet wat ze moeten doen. En hoeveel kinderen heeft u samen? Ik heb 3 voor mezelf. Ja, 3 voor mezelf. En zij heeft en ik heb 4. En samen? Samen 7. Oh, samen 7, maar niet... Maar ik heb ze alle 7 genomen. Ja. Het zijn mijn kinderen. Ze hebben direct gezegd, papa, dus dat is vooral zij. We gaan straks Aines in beeld brengen om te zien, want zij is dus de jongste van u. Okay. Nou, mevrouw, meneer Hoepel, heel hartelijk bedankt voor dit openhartig en leuk gesprek. We zijn blij. En u werkt nog? Of u geeft nog advies? Ik geef adviezen. Ik werk niet echt.
Maar als iemand naar me toe komt en vragen stelt en of in problemen zit, dan ben ik helemaal weer in mijn... Want hebben ze niet een heleboel nieuwe en moderne technieken nu om bevallingen te leiden? Of is het nog steeds als toen? Wel, het is de huisartsen zelf, die vroeger huisarts waren, die zijn met de tijd van mij, was er een soort wedstrijd, dat die huisartsen ook bevallingen gingen doen. Dus dan werden die vroedvrouwen een beetje opzij gezet. Maar je ziet dat de huisarts de dokter is die zijn patiënten heeft. En de vroedvrouwen die moeten naar huis gaan, thuisbevallingen en op de polies. En zo en zo en zo. Dus het werk is echt verdeeld. Niemand mag jaloers zijn op de ander. Weet u, dus. Maar zij heeft met het werk wat ze gedaan heeft, echt, ik heb het niet meegemaakt, niet zoveel meegemaakt, dat zij een dode een baby nee, had. Nooit? Drie doden. En wat zou dat met u doen, hoe u nu hoort hoe baby's sterven in het ziekenhuis? Het heeft me altijd een pijn gedaan. Ik dacht iedere keer van als ik daar was, zou ik al mijn moeite doen om die kinderen in het leven te houden. Want wanneer je een werk doet, moet je bidden. Terwijl je werkt, moet je bidden dat God je helpt, want niet jij doet het werk. God moet je handen zegenen, God moet je gedachten laten werken, dit moet je doen, dat moet je doen. Je hoort die stem, het is één soort stem wat je iedere keer herkent, van doe dit, doe dat, je moet nooit in paniek raken. Omdat die vrouwen, ik ben niet ingezet, maar ze heeft mij gewoon erin geloodst. Okay. Assistent af en toe. Nee, hij kwam niet in de verloskamer bij de bevallingen. Hij kwam foto's maken als er werd gevraagd. En ik mocht ook bouillonblokje geven. Ja, hij zette altijd een kopje bouillon. Voor de patiënt die is... Ja, want die vrouw heeft gewerkt. Ja. En dat is hard werken. Ja. Dus het is tussen leven en dood. Ja. Dus dat heb ik, dat heb ik echt, dat heb ik meegemaakt, dat heb ik echt mee, dus dat wil zeggen, precies zoals die moeder gezegd heeft van, ze wil gaan slapen. Op dat moment mag je niet slapen. Nee. Wat is dat nou? Geef er een klap. Geef er een klap of een schop of zo. Maar op dat moment mag ze niet slapen. Nee. Ja, want dat is dat moment. Dat moment. Dan moet die vader ook daar zijn. Om te zien hoeveel een vrouw ja, lijden. Hoeveel een vrouw. Ik heb het gezien hoor. Ik heb het echt gezien. Dus daarom zeg ik van, die vrouwen die gaan veel te laat, ze gaan met een zevende maand of zesde maand of weet ik veel, dan gaan ze naar die controle, voor controle. Ja. Ze moeten vanaf het begin. U moet vanaf het begin, ja. moet u eigenlijk ook proberen te vertellen, ja. Dat die vrouwen die gaan veel te laat naar de voetvrouw, ja. Of naar die... Een gynaecoloog. Nou, we hebben heel veel geleerd. Ik mag u heel hartelijk bedanken. Nog één ding. Ik wilde zeggen van, het lichaam is niet van ons. Het lichaam is gegeven door God. Huh?
Wij zijn rentmeesters. En dat is die rentmeesterschap hebben we om het lichaam eigenlijk gezond te voeden. Mm-hmm. Weet u wat die mensen eten? Die mensen eten uit de vuilnisbakken. Mm. En weet je waarom? Bloedworst en al dat soort toestanden. Bij die dingen, die plaatsen. Okay. Je gaat zomaar die eten. Je moet gezond eten. Als je je lichaam gezond eet, gezond voedt, dan geef je lichaam je ook gezonde cellen weer terug. Absoluut. Daarom ziet het maar zo als gezond je, uit. Maar als je ongezond eet, dan gaat je lichaam je ook kankercellen geven. Absoluut. En meneer Hoepel wordt straks 86 en mevrouw Hoepelkrak, u bent? Ik ben nu 82, dus 10 januari volgend jaar, dan word ik 83. Geweldig, en jullie zien eruit als 70. En ik rijd ook mijn auto nog. Ja. Geweldig. Nou, ik bedank u heel hartelijk voor dit gesprek. En ik wens u heel veel succes met de gemeente God zegen. Want we horen het al, God zegen zal op die gemeente. Dank u wel.